Hey jongens van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe episode van mijn Crysis 3 multiplayer Road to Commander serie. Mijn god, ik moet echt wel een titel doen, ik vind het gewoon een beetje te lang. Nee, maar goed, dit is episode 3 en wel, vandaag ga ik gewoon één potje spelen. De vorige aflevering was weer wat te lang, hij was weer 20 minuten. Ik ga gewoon één potje spelen en wel gewoon, dat vind ik gewoon prima. En dan ga ik gewoon meerdere episodes daarvan per week uitbrengen. En het is niet omdat ik de YouTube money's wil. Ik verdien eigenlijk helemaal geen geld bij YouTube. Want ik ben nog geen 18. Dus dat kan nog niet. Dus ja, dat doe ik niet voor. Ik doe het niet voor de likes. Ik doe het niet voor de extra subs. Nee, ik doe het gewoon omdat wel. Ik zou het een stuk fijn vinden om daarna te kijken. En wel als ik dan naar de afspeellijst terug ga. Dan zie je ook gewoon al die episodes over die tijd. En dan heb je echt goed zoiets van. Wow, dat heb ik echt gewoon lekker klaargespeeld. Maar goed, en het is sneller te uploaden. Dus ja. Maar goed, laten we maar eens even kijken. Customize equipment. Hebben wij nog wat boeiends? Even kijken, wij gaan weer met deze. Want ik wil deze echt levelen. Want ik vind het echt een verdammt fijn wapen. Dus ja, die gaan we lekker doen. Doet het lekker veel damage. Dus die gaan we gewoon lekker trainen. Even kijken, gaan we join match doen. Gaan we wel even proberen om iets van team deathmatch op te zoeken of zo. Even kijken, dus crash shard. Nee, dat wil ik niet. Hunter, dat wil ik al helemaal. Die is echt waardeloos. Team deathmatch kan ik niet joinen. Dat is mooi poep. Even kijken. Dat kan ik ook niet joinen. Dat is ook mooi poep. Wat is dit? Capture the relay. Ik vind het helemaal prima. Ik weet niet wat het is. Even kijken. Oh god. Ik wil die. Heb ik nog niet gedaan. Dus ja, gaan we die lekker spelen. Goed, wel. We gaan dus beginnen. Aan het begin van het potje. Dus wel, dit wordt gewoon een leuke episode. Eens even kijken. Let's go. Oké, Chinatown, capture the relay. Each team has a relay. Capture the item, or capture the enemy's team relay to score points. Points can only be scored in the base. Oké, that's all. I don't know what this is, but I like it. Goed, eens even kijken. Wel, je oma lijkt me logisch. Oh mijn god, mijn headset, dat begint weer te space. Altijd zo. Ik ga er gewoon echt wel een keer aan wat aan doen. Even kijken, waiting for players. Nou, join eens even, jongens. Jongen. Hé, hey, waarom heb ik zo'n dingetje daar staan met dat ik kan praten? Dat is wel leuk. 9, 8, 7, 6, 5. Of dat is secondary die board, dat is wel cool. Kan die met zo'n weet je wat ik al het doen? Kan die met zo'n attachment? Even kijken, goed, wel, ik ga hier naartoe. En dan gaan we eens even kijken of ik wat mensen kan doen. Gaan we gewoon eens even een beetje echt gewoon even crisis spelen. In plaats van dat gefaald de hele dag. Want wel, daar wordt niemand vrolijk van. Even kijken, ik ga wel goed oppassen natuurlijk. Want wel, het is serieus alles behalve Call of Duty. Oké, dat gaan ze defenden. Dus ik ga er absoluut niet echt rondhangen. Of nou ja, echt bij dat ding. Wat ik wel ga doen, is ik ga er een beetje eens even bij kijken. Eens even kijken. Weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga gewoon even. Fuck. Heb ik geen cloning device meer? Nee, kut, zo, dat werkt dus niet. Oké, ik ga jou escorten, meneertje. Niet dat mij dat lukt, maar oké. Okay. Ik ga het proberen. Oké. Okay. Take ik dit dan. Ik ga hier langs. Oké, okay, naar de base. Ik moet naar de base. Kan ik niet. Nee, fuck, dat kan ik niet. Oké, okay, wat is dit? Heeft hij iets van. Ja, hallo, een escort, geweldig. Oké, okay, wel, take. Ha, cap. Ga ik die kerel eens maar eens doodmaken? Ik vind dit eigenlijk best wel grappig. Oh god, ik word opgeschoten, help. Kill, oké. Okay. Kan ik. Nee, ik heb geen kloning, kutzooi. Kan ik ook? Ja. Oké, okay. Hartse flats, jongen. Take, ja, geef dat maar hier. Ah, verdorie. Wat is dat toch steeds? Waarom zitten ze er nou bij dan? Oh my god, waarom? Oké, okay, what the fuck? Oh mijn god, Crysis 3 is niet echt het ja, beste game die er is. Qua, ja, hele zooi. Qua lagfix en dat soort shit. Even kijken, goed. Wat we beter kunnen doen, denk ik, is holy fuck, wat is dat nou? Ja, in mijn rug ook weer, hè. Kijk, dat zie ik dan ook weer niet en dan word ik gewoon geowned. Ik kan gewoon. Ik heb geen probleem als ik gewoon een gastje tegenkom. Dan oon ik hem in principe wel. Maar als ik gewoon in mijn rug word aangevallen, dan kan ik mezelf niet verdedigen. En dat is dus ook logisch. Dus ik denk dat ik daarop moet anticiperen, zoals dat heet. Even kijken. Goed. Eens even kijken. Dus ik moet gewoon zorgen dat ik. Holy fuck.
Was dat nou op mij gericht? Ja, kijk, dat bedoel ik dus. Kijk, dan pak ik ze wel. No problem. Oh. Nee, die wil ik niet. Au. Huh? Dit bedoel ik dus. Zo in één keer, dan is hij er gewoon. Kijk dan. En hij is een hitmarker. Oh god, ze moeten echt gewoon het beetje gaan fixen. Want het is wel een beetje, nou ja. Even kijken. Wat ik gewoon ga doen, is ik ga gewoon een beetje hier rondhangen en zo. Gewoon een beetje, nou ja. Maar ik word wel steeds beter in, ja, schieten en zo. Maar wat gewoon vervelend is als ik gewoon in de rug word aangevallen. Daar kan ik gewoon niet tegen. Maar goed, we gaan door. Oh mijn god. Holy. Ja. En. Ja, nee. Oh, kijk dan, het heeft ook gewoon geen recoil. Het heeft gewoon geen recoil. Ja, dan kan ik ze ook wel makkelijk neerschieten. Dat is gewoon lekker makkelijk. Dat is gewoon echt lekker makkelijk ook. Even kijken, ik sta er ook echt gewoon slecht voor. We zijn ook volgens mij dik in de minderheid. I don't know. Ja, we zijn nog dik in de minderheid. Om je kijken, nee. Tenminste, ik dacht dat. Oh my god. Ik vertrouw die radar ook gewoon niet. Kijk. Ja, zie ik dat wel hoor. Hier, headshot. Kijk, dat bedoel ik dus. Ik ben helemaal niet zo slecht. Ja, ik weet niet of ik de PvP kan noemen. Maar nee, ik emu. Je laat mij met rust, of anders schiet ik jou dood. Ik ga achter die kerel aan. Mijn god, we gaan het terugbrengen. Ik moet hem killen. Waar ben jij? Waar kom jij? Kom hier. Dood hem nou dan. Ik heb je de escort. Oké. Oké, hoe staat het voor jongens? Een assist, oké. Is niet echt nice. Holy fuck. Oké, wat is dit nou? Ik heb hem gekild. Er stond 100 punten. Ik heb hem gewoon gekild. Oké, wat is dit nou? Attention, the connection to your session has been lost. Geweldig, kunnen we nog een potje gaan spelen, wauw. Een potje vinden natuurlijk. Even kijken, het is Team Deathmatch. Het liefst zou ik gewoon Team Deathmatch willen joinen, want dat vind ik altijd wel, ja, wat leuker. Even kijken, hunten, dat is echt gewoon kut, dus dat ga ik echt gewoon ook niet doen. Team Deathmatch, vol. Kom op, wat is dit? Crash Site Join, oké. Joining session. Goed, nou, nog maar een potje dan. Het zou nooit echt 20 minuten worden, maar goed. Dus even kijken, ik ben level 9, oké. Even kijken, crash site, en dat kunnen jullie waarschijnlijk wel, kunnen jullie allemaal wel lezen. Oké. Ik merk wel dat ik nou ook een stuk comfortabeler, zeg maar, ben bij Crysis. Want eerst had ik gewoon zoiets van, what the fuck is dit? En dan heb ik gewoon zoiets van, ja, oké, dus ik moet dit doen. En je zag ook wel dat ik ook een stuk beter ben in PvP en lag. Oké, daar we go. Oh my god. Het is nog steeds niet wat het moet zijn. Holy fuck. Sterf je emu. Wat? Oh, wow. Ik krijg de XP van. Alsjeblieft, XP. Please. 0 kills. 0 niks. Geweldig. Wauw. Kunnen we nu gewoon alsjeblieft even een potje gaan doen? Continue. Ik blijf gewoon in deze lobby. Even kijken. Wat gaan we doen? Airport. Ja, doe die maar. Even kijken. Previous match results. Oh, daar heb ik dus niks aan. Even kijken. Een customized equipment. Equipped. Ik heb nog helemaal niks. Scopes. Oh, reflex sight. Oké. Kijk eens aan. Ik kom ergens. Suppress. Oh, dan moet ik dus level 3 voor zijn. Oké. Dus ik moet gewoon wapens gaan levelen. Kijk, dan krijg ik suppress en al dat shit. Ik heb er nu in ieder geval zo'n dingetje op. Dus dat is wel leuk. Hey, airport. Even kijken. Zie je wel, ik begin de game een beetje te leren. Even kijken, als ik mijn headset denk, kan ik dan praten? Oh nee, ik heb dat ding vast gemute. Nou ja, whatever.
Zo, oké. Ik zal met mijn headset klooien. Lockers. Goed, wel, nou, gaan we gewoon proberen om überhaupt een beetje, ja, wat kills te halen. Nou, een beetje levelen, je kent het wel, hè. Dat gaan we gewoon proberen. Even kijken, select. Het is echt fucking warm hier vandaag, dus, ja. Hey, vliegtuig, hallo. Lijkt de spandoet. Nee, ik ga hem niet gebruiken, want wel, ik haat die dingen. En ik heb niet dat speciale ding. Even kijken, heb ik nog. Kijk, ik heb al ietsjes minder recoil, volgens mij. En zo schiet ik ze echt gewoon een stuk makkelijker overop. Even kijken, ik ga hier langs, denk ik. Wat is... Geef dat! OMG! Daar kom ik niet verder mee, zo te zien. Wat is dat voor waardeloos? Waardeloos! Denk gewoon. Gewoon, ik zat gewoon, zag je gewoon. De kerel is niet eens dood. Wel, tot zover dat idiote ding dus. Die ga ik dus nooit meer gebruiken. Gewoon lekker mijn wapen. Maar ik werd gewoon op de helft gewoon allemaal FMJ gebruikt en alles. En dat is wel gewoon vervelend. Holy fuck. What the fuck, man. Sterf. Oké. Okay. Ik heb hier eens een assist voor gekregen, man. Stel even voor bullshit. Boom. Soms haal je daar een kill mee, hè? Wat is dit nou? Ja, nee! Bullshit! Dikke bullshit hier zo! QQ, mijn QQ lasers. Meneer Kruisenspoppetje, spring! Wat is dit nou weer? Als ik spring, oké. Auw. Even positie innemen. Dit is echt gewoon de slechtste positie die ik me kan maar bedenken. Raak hem. Oh, kutzooi. Leave the ship. Leave the ship. Of niet? Oké. Okay. Wauw. Ik heb zoveel skills. Oh, it's too damn high. Even kijken. Goed, oké. Okay. Wel, I like the map. That's for sure. Even kijken. Nou moet ik alleen nog wat gastje doen om te killen natuurlijk. Oké. Wat gaan we hier zo in? En wat gaan we hier maar eens neuzen? Zou ik denken dat het een spawn is of zo? Ja, I don't know, maar... Kijk, dit bedoel ik dus weer. Dan gaan wij met z'n tweeën tegen... Jezus, mensen. Weet wat ik ga doen? Ik ga mijn strategie veranderen. Nee, ik wil graag gewoon dit wapen levelen. Dat wil ik gewoon doen, want dan zou ik gewoon... Like that. Even kijken, oké. Yeah. Killen voor die Ronald. Oké, dat was niks. Oké, dat was niks. Ik moet het echt gewoon dik hebben van mijn sluwheid. Oké, ik heb kloot aan. Er zijn 50 gastjes hier bij mij. En dan... Wauw, hij doet stomp of zo. Wat een bullshit, hé. Waarom? Ik hoop gewoon dat als ze eventueel een keer een Crysis 4 uitbrengen of zo, dat de story daar gewoon beter gefixt is. Want ik vind het wel een beetje. Nou ja. Een assist. Skills. Een assist nog wel, hè. Ik ga hem even doodmaken, hè. Ja, killed. Dokter, graag. Oh. Een assist, dank u wel. Goed, oké. Oké, jij bent ook al dood. Oké, ja. We gaan door. Nee, die wil ik niet. Oké, maar we gaan wel door. Don't stop. Ja, headshot. Nice. Cloth, even reloaden. Oké, cloth. Deactivate. Nice, dit gaat redelijk. Ja. Nee.
Oké, ik heb hem gekild. Ik heb hem. Oké, nice. Maar ik ben aangevallen. Dat is niet goed. Oh my god. Oké. Waar moet ik heen? Ik pleur daar even een granaatje heen zo. Je weet maar nooit of je daar een kill mee krijgt. Dat weet je echt gewoon nooit. Nee. Kutzooi. Ik heb er wel een assist voor gekregen. Dat is nog niets. Ja, wat is het nou? In één keer hebben we mijn wapen dat. Huh? Oké, zeg je dat? Je hoorde nog een keer een schot en dan. Gewoon niks meer. What the fuck? Logica. Even kijken. Ja. Ik heb hem. Ik heb zo'n dik iemand. Hey, heb ik er geen assist voor? Jolopolo swag, Jolopolo cats. Nee, oké, die jump die kan ik in geen miljoen jaar maken. Even kijken, ik moet even gaan zoeken. Ja, ik ga in. Holy kut. Ze zijn er. And I don't like that. Ja, oké, je bent gewoon geassed, meneer. Oké, ik kan ook gewoon de trap nemen. En gewoon moeilijk doen. Nog als je hier. Die klokje maak je alleen maar zichtbaar, volgens mij. Oh mijn god. Ja, jij bent wel dood, denk ik. Ja, oké, ga ik hier even heen. Ja. Even reloaden. Holy fuck. Nee. Slechte decision. Ben ik gesniped? In mijn rug. Dus door die emu ben ik dood gegaan. Wauw. Gewoon dat. Kijk, wat is dit nou? Twee shots. Met de handgun. Nee, dit slaat gewoon nergens op. Dit is die bullshit, ja. Van Crysis 3 die ik zo haat. Gewoon sommige devs gaan nergens over. Maar dan bedoel ik ook gewoon echt nergens. Dan kun je wel zeggen dat het ergens over gaat, maar dat gaat het niet. Snap je wat ik bedoel? Waarschijnlijk. Kijk, dit is dus weer zoiets, hè. Dit is dus gewoon weer zoiets. Kijk, brrr, dood. GG. En hij werd daarna ook gewoon doodgemaakt. Dat ging ook weer zo snel. Dus what the fuck. Gewoon niks van de kill slaat ergens op. Kijk, nog een paar minuten. Kom op, Ronald. Je kunt nog wat kills maken eventueel, als je echt je best doet. Oké, granaatje pleuren. Oké. Nah, nee! Waarom lopen ze dan weg hier? Swag hot diskies. What the fuck, man? Ja, dit is gewoon echt. Dit is gewoon. Als het volk gewoon niet mee gaat werken om dood te gaan, dan is het ook gewoon GG in principe. Even granaatje pleuren. Granaatje klappen, je in je face. Ik ben niet echt slecht in Crysis, om eerlijk te zijn. Ik ben niet echt goed, maar ik ben ook niet echt weer slecht. Kijk, hier. Gewoon hier. Ik maak wel kills. Je kunt niks van mij zeggen, in principe. Natuurlijk ben ik niet zo goed als anderen, maar. Dat echt ook een groot verschil heeft gemaakt. What the fuck, hij TP'd! Wat zijn dit voor skills, hé? Hey? Nou, wat is dit nou weer dan? Komt Alex weer aan, hoor. Hier, met zijn wapen zonder recoil. Zoeken bullshit. Dan zie je zo'n zoeken bij Black Ops 2. Dan heb je ook gewoon zoiets van, wat de fuck is mis met dit? Dat is zo'n filler. Yeah! Kijk, dat zijn dus echt gewoon van die epische kills. Je gaat even dood. Nou, dan pak ik dit ding wel op. Nee, ik wou meeleven, verdorie.
Kijk. Maar hij meeleden mij. Misschien ben ik er beter in als ik de Xbox-controller op de computer aansluit. Dat kun je doen met zo'n wired USB-controller. Dat is best nice eigenlijk. Ja, weer een kill voor Ronald. Dit is nice. Yeah, volgens mij heb ik de final kill gemaakt. Ik heb volgens mij de final kill gemaakt. Victory. En nice ook. Elf om 12. Nou, niet heel slecht. Want van links naar rechts is het kills, assists. En dan weer kills. Of kills, assists, dood en nou, zoiets als dat. Dit zijn allemaal kills. Best wel epic momentjes. Kijk. Kijk, ik heb hier ook gewoon amper recoil. Kijk, ze hebben gewoon... Nu snap ik het. Ze hebben gewoon... De killcams hebben ze gewoon niet zo goed gemaakt. Dat is gewoon het hele probleem. Want alles wat computer gestuurd in principe. Dus als ze gewoon iets gewoon raar hebben gedaan. Oké, continue, return to lobby, leave session, leave. Nou, dan gaan we even kijken naar mijn wapen. Even kijken, je oma. En dan even customize equipment. Waarom staat er 14 kills tot level 3? Ben ik niet al level 3 geweest? Match barrel. Muscle break. Ja, accuracy, even kijken. Underbarrel. Stability. Ja, dat vergroot je force grip. Dat vergroot dat dan iets. Je reflex sight. Ja, dat doet iets minder met de range en zo. Maar goed, jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Tot de volgende keer. Ik hoop dat jullie even een like achterlaten. Ik hoop dat jullie even... What the fuck? Ik hoop dat jullie even gaan abonneren en mij even te volgen op Twitter. @ShadowGames23. Je helpt mij er echt enorm mee met al die drie dingen. Als je ja, iets leuks te melden hebt, laat het ervan achter in de reacties. Als je kritiek hebt op mijn video's. En als je iets weet dat ik... Ja... Anders moet, dan laat het ook even achter. Als je tips voor mij hebt van Crysis 3, laat het even achter. Al met al, jongens... Doe gewoon waar je zelf zin in hebt. Gewoon, ik vraag niet, ga abonneren, ga liken. Nee, als je het wil, hè. En natuurlijk hoop ik dat jullie deze video leuk vonden. En dan zeg ik nu, laat mensen...